Nog mee speeddaten met iedereen of schuif je ook nog aan? Ja, nou, ik weet niet wanneer ik nog wat zou moeten doen. Mijn dagen zijn wel aardig gevuld, moet ik zeggen, de laatste tijd. Maar wie weet. Dan gaan wij zo meteen naar die kant toe en dan neemt Elrie nog even het programma met ons door. Ja, zoals gezegd, we gaan nu even een korte pauze houden. Want dat vinden we ook heel belangrijk deze middag. Veel met elkaar praten, veel elkaar leren kennen en allerlei informatie uitwisselen. Dus netwerken. Nou, volgens mij weet iedereen heel goed hoe dat gaat. We gaan ook speeddaten. En ik zie hier wat grijze hoofden ook. Dat heb ik eigenlijk ook, een grijze hoofd. En speeddaten is nou niet iets van onze tijd. Maar Robert, jij gaat even uitleggen wat het is. Hoe we het gaan doen. Zeker, dat ga ik even toelichten. Aan de achterkant van de hal zien we stoelen staan. Aan iedere kant van de tafel staat een stoel. Ik wil voorstellen dat... Want we moeten elkaar natuurlijk leren kennen, want dat is het doel van speeddaten. Dus laten we afspreken dat de ondernemers die van de Groesbeekse ondernemersvereniging hier zijn, aan de achterkant van die tafel gaan zitten. En de ondernemers uit Ubbergen en Millingen aan de Rijn aan deze kant van de tafels gaan zitten. En dan gaan de Groesbeekse ondernemers gaan doorschuiven, zodat we steeds nieuwe gezichten hebben. Kunnen we kennis maken met elkaar? Wie ben je? Wat doe je? En wat kunnen we voor elkaar betekenen? Stel dat je wel iemand tegenover hebt die je al kent. Dat zou zomaar kunnen, want zo'n groot gebied is het ook weer niet. Vertel dan waar je mee bezig bent, welke nieuwe projecten eraan zitten te komen. Misschien dat je daar ook wel een linkje met elkaar kunt hebben. Dat gaan we zo meteen, ik denk, een half uur doen. Want we zijn iets later gestart. Moet even de tijd in de gaten houden natuurlijk. 3 minuten speeddaten. Die bel die ik net al gebruikte, die gaat zo meteen ook die kant op. Dus als de bel gaat, gaan we doorschuiven. Dat doen we dus eerst in het blok zo meteen een half uur lang. En dan later op de avond doen we dat nog een keer. Gaan we nog een keer een half uur speeddaten met elkaar. Dus er is ruimte genoeg om elkaar dus op die manier te leren kennen.